Hallo allemaal, mijn naam is Tom. En vandaag ga ik zien hoe je Minecraft auto zo'n system maakt. Ik heb de andere jaar geleden ook gedaan, maar ik dacht, ik maak in iMine nu zo'n uh, groot ding. Zie hier achter. Dus ik dacht, uh, durf even opnieuw om even goed uit te leggen hoe het allemaal werkt. Dus ja, allereerst, um, hoe gaat het ding te werk? Nou, ik heb hier 9 chesten. Um, in totaal heb ik 8 dingen uh, kunnen worden gesorteerd. Laatst is een uh, overige chest. Maar ja, je voor. Ik heb deze items ingesteld. Die kan je worden gesorteerd. En ik heb hier een extra item. Nou, stel je voor. Hier zit stone in. Hier zit gran uh, granite in. Uh, polished. Nou, maar nog leeg nu. Let op. Ik doe eventjes hier een paar items erin. Nou, eventjes een uh, chest pakken. Om uh, dit te beginnen. Dus even wat het sorteren. Ik wil graag 3 um, gras. Um, drie kwarts En één polished. Ik doe eventjes erin. En let op. Nou, de polished is chest 5. En zit één in. En gras is deze. Zit vier gras in, En hier zit drie kwart in. Dus het werkt helemaal perfect, kun je zien. Die kun je kunt het nu gewoon uitpakken en opnieuw sorteren. Dus hij werkt mooi. Maar ja, hoe bouw je hem? Dat is natuurlijk ook uh, belangrijk om te weten. Dat is heel simpel. Je hebt nodig namelijk per um, chest heb je nodig één repeater. één torch, drie hoppers, één comparator en twee dust. En natuurlijk je chesten. En je moet uh, per ding moet je eerst een chest hebben, daarna een trap chest, daarna een normale chest. Want anders je kunt ze niet um, zo plaatsen. Je moet eerst een andere tussen plaatsen. Even hard zetten. Zo, dat is beter. En natuurlijk heb je nog wat uh, bouwblokken nodig. Ik ga ook even kwart, want dat is natuurlijk mooi. Even kijken, waar is kwart? Kwart is daar. Dus, hoe begin je? Allereerst begin je met even een vloertje leggen. Nou, ik, wil, ik maak hem nu eventjes uh, vier groot. Totaal. Gelukkig klein. Wat je dan doet, je plaatst dan de repeaters. De repeaters moeten gewoon deze gewoon nul delay. Die gaan in een blok. En daar plaats je toortjes dan heen gedaan. Dus zo. Oké. Okay. Hierbovenop weer een rij blokken. Hier een rij blokken bovenop. Oh. Even shift drukken. En hier weer. Hier doe je dan dus boven. En hier doe je dus boven. En hier doe je comparators die kant op. Gewoon normale stand. Niet de minisher, maar gewoon normale stand. Oké, okay. nu heb je het redstone klaar. Zo simpel. Nu komen de hoppers. Oké, okay. ik begin uh, met de tweede rij. Die kun je het beste plaatsen. Die doe je tegen de comparator aan. Plaats je die. Dus je plaatst je zo. Tegen de comparator aan. Oké. Okay. Je chests zelf, die komen hier. Dus hier komen die. En dan weer hier, en hier, en hier. Dan plaats je de laatste rij hoppers, of de onderste rij bedoel ik, tegen de chest eraan. Dus zo, dat ze gepowerd worden. En dan, de laatste rij komt hierboven. En je kunt, eh, bijvoorbeeld, je wilt dat ze die kant op gaan of die kant op gaan, moet je gewoon even opletten. Maar ja, even altijd nog even een extra chest erbij. Ik doe eventjes hier een... Uh, Extra chest waar de items inkomen die niet gesorteerd kunnen worden, kun je simpelweg zo doen. Hier naar beneden kun je zien. Naar beneden, naar beneden en hierin. Geen redstone erachter. Wat je dan doet is je doet de lijn verder in de hopper. Dus niet naar beneden, maar in de hopper. En is nu in feite zie af. Nou je kunt nog een uh, elevator maken hier dat hij naar boven komt, maar uh, dat kun je wel zoeken op YouTube. Want uh, het gaat nu om dit uh, hele systeempje. de sorting system zelf. Dus even hier een uh, chest. Je kunt beter een trap chest gebruiken. Want Waarom? Stel je voor. je Doet er iets in. En denk je shit, daar wil ik helemaal niet in doen. Dan een trap chest powered, een hopper. Wanneer een hopper gepowered is. Want als je een uh, chest opent, trap chest, dan geeft hij signaal af. Wanneer een hopper gepowered is, onder stroom staat. Kan hij geen items opnemen. Of weg laten voeren. Zo werkt het ook he eigenlijk helemaal. Maar ja, hij is nu af. Maar hij werkt toch niet? Hoe kun je hem instellen? Nou. Je hebt wat waste items nodig. Items die je niet gaat sorteren. En gemakkelijk veel van kan krijgen. Het kunnen eieren zijn, pearls, Maar het kan ook cobblestone zijn als je cobblestone niet sorteert. Nou, um, ik ga met pearls doen dit keer. En wat je dan doet, is je pakt de tweede rij. De middelste rij. En daar moet je um, instellen welk item je wilt sorteren. Dus, je doet eerst vier pearls naast elkaar in. Onthoud het echt naast elkaar. Nou, stel je voor, ik wil hoppers sorteren. Doe je daar zes van in. En dan ben je klaar. Nou, ik wil hier uh, comparators, doe ik hier zes van in. Waarom dit zo moet doen, leg ik zo wel uit. Is in feite best wel simpel. Nou, hier zes uh, repeaters. En ik doe dan hier uh, zes torches. Want hoe werkt het systeem? Nou, je kunt zien... De items blijven hier gewoon in zitten. Die gaan niet door. Hoe komt dat? Omdat deze uh, hopper eronder onder stroom staat. En die kan dus geen items opnemen van dit ding. Maar wanneer hier één extra item bij komt. Je zien, gaat hij direct weg. Hoe komt dat? Nou, op dat moment is het signaal uh, groter dan één. Je kunt zien, elke comparator geeft nu het signaal af van één uh, blokje verder. Hij gaat, begint hier en gaat niet verder. Hetzelfde van deze gaat hier langs. Als ik elkaar aanraken, maakt helemaal niks uit. Dat, dat krijgt helemaal niks uit. Maar ja, hoe het dan werkt. Je hebt dan een torch. Ik doe eventjes nog een in. Ik ga even iets meer doen. Zullen je zien? Nu gaat deze ook aan. En ging daarna weer uit. Als er namelijk één extra bij komt, wordt het signaal 2 groot. Oftewel, hij gaat hierheen, want die is al gepauwd. En gaat hierheen. Gaat deze aan. En, daar, en daarom. Sorry voor die pop-up, dat is heel erg handig. Daarom. Gaat deze dus uh, repeat eraan. Gaat die torch uit. En laat hij één item door. Direct daarna is het, is het alweer, uh, gaat het ding weer uit omdat er te weinig items in zitten. Want um, je weet dat een comparator die kan aangeven hoeveel items erin zitten. Nou, bij een uh, hopper die heeft in totaal, kun je daar 320 items in doen. Want je, kunt, uh, je hebt uh, 5 x 64 is 320. Deel je dat door 15, want een signaal kan maar 15 sterk zijn met de redstone. Dan kom je neer op 21,33333 enzovoort. Oftewel, per 21 items. Um, moet je dat zo doen. Dus je kan ook gewoon normaal dit als bulk item gebruiken. En hiervan in doen. En dan moet je hier wat extra bij doen. Tot je, uh, voor mij even kijken. Heb ik nu genoeg? Ja, tot je dit hebt volgens mij. Dit moet ook werken of je doet gewoon dit, want dit in feite, dit telt als een stack. Dit telt al als een signaal van 3 sterk. Ik laat het wel even zien. 1, 2, 3. En zie je, gaat dat hier. Want dit is al feite al een stack. Dit is al gelijk aan een signaal van 2. Of, pardon. Um, zie je? En als ik hier 4 neem, heb je in feite 16 van normale items. Want dit ding, uh, deze stacken met een lager getal. Dus daar ga ik ook die uh, Enderpearl items. En dan kun je, heb je minder items nodig om, te st om uh, storage te doen. Maar ja, hoe gaat het dan in te werk? Nou, ik doe hier een item in. Stel je voor, je bent het item. Je, je kunt hebben hoppers, comparators, repeaters of een uh, torch. Stel je voor, um, ik doe een torch in. Wat gebeurt er dan? Hoe, hoe gaat het pad verder? Nou, je gaat hier naar beneden. Je, gaat, je komt hierin. En eerst kijkt hij beneden. Kan ik hierin? Nee, hij kan niet hierin. Je kan nooit een torch in. Want je kunt zien dat ik shift-klik. Alles is al bezet. Oké. Okay. Gaat hij verder? Naar rechts. Kan hij hierin? Nee. Kan hij ook niet. Zitten allemaal andere dingen in. Comparators. En de Gaat hij hierin? Kijk naar beneden. Nee. Repeater. Gaat hij weer verder? Kijk hier beneden. Ah. Hier is een torch. Hier kan één torch in. Nou. Dan gaat hij hierin. Gaat het signaal. Dus één uh, sterker. Laat die door. En dan gaat hij weer hier in de chest. Maar ja, ehm. Um, Stel je voor, ik doe een ander item erin. Een chest bijvoorbeeld. Nou, die gaat hierin. Nou, ik kan niet hierin. Niet hierin. Niet hierin. Niet hierin. Die gaat uiteindelijk hierin. In de bulk chest. En bijvoorbeeld een uh, hopper. Even drie erin van doen. Zo. Du -du 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 -du. Je ziet er maar twee. Hoe kan dat, Tom? Nou, zo simpel. Hij heeft in deze um, hopper hieronder. Zat er nog één extra op. Dat hoort bij het systeem. Daar kun je niks aan doen. Dat komt. Dit dus een torch hier. Dus je hebt altijd dat er eentje in deze rijen onder uh, terecht komt. Dat heb je ook hier bij die toortjes al te zien. Maar ja, um, zo werkt het systeem. Best wel simpel. Niet heel duur. Kost wel aardig wat iron. Dus uh, je moet... Je hebt ongeveer uh, 15 iron nodig per gesorteerd item. Dat is veel. Maar ja, als je een... Uh, al een stack per 4 items dus bijna. Dus moet je ook eventjes een iron golem farm maken. Dus mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.